Goedemorgen, het is vandaag maandag 9 april. Oh, het is alweer 5 voor 11. Jongens, ik heb zo lang doorgeslapen. Ik heb zoals gewoon ook weer 's nachts niet geslapen. Dat is echt een drama sinds ik hier woon om 's nachts te slapen. Maar goed, ik ga nu pas lekker even ontbijten. Ik heb lekker havermout gemaakt weer. En ja, dan is het vandaag echt een dag om van allerlei zaken te gaan regelen. Ik moet nog even het werk van morgen afzeggen, want er is dus iets heel ergs aan de hand. Of tenminste, ik vind het heel erg. Ik doe dus vrijwilligerswerk, zoals jullie weten. En ik ben vorige week voor het laatst bij de SWOA geweest, tijdelijk even, omdat ik geopereerd word en dan mag ik niks. En ik wil deze week echt gebruiken om eventjes tot rust te komen. Want ik merk dat ik mezelf echt te veel voorbij ben gelopen. Dus ik heb echt even rust nodig, bijkomen nodig, nog de laatste zaken regelen voor mijn operatie. En er is nu een ding bijgekomen. Want ik zal dus morgen zou ik eigenlijk weer naar mijn andere vrijwilligersbaantje gaan. En dat is het wandelen met een verstandelijk beperkte vrouw samen met de hond. En dat heb ik vorige week voor het eerst gedaan. Hartstikke leuk, hartstikke goed gegaan. Alleen deze week kan het dus niet doorgaan. Dus misschien dat ik zelf ga als ze dat wil, maar dat denk ik niet. Maar wat er aan de hand is, is dat mijn hondje sinds vrijdag mank loopt. Ik kwam vrijdag thuis van mijn vrijwilligerswerk en toen zei mijn vriend tegen mij, Simon, van ja, Sil, het is niet goed. Ik heb het idee dat de hond een beetje mank loopt. Dus goed, ik ben met de hond naar buiten gegaan, gewoon zijn tuigje aan zoals gewoonlijk. En inderdaad, hij liep een beetje mank. Niet heel veel, gewoon een klein beetje. Hij heeft dat wel vaker gehad hoor, dat hij even net één of twee stapjes deed, maar dit was gewoon de hele tijd. Dus ik durfde niet zo ver met hem te lopen. Ik ben gewoon halverwege gegaan, wat ik normaal doe, en dan omgedraaid nog niet eens halverwege. Nou goed, ik denk ik kijk het wel even aan. Ik ga even op onderzoek uit wat het kan zijn. Het kan natuurlijk voor alles zijn. Ik heb zijn pootje nagevoeld. En zeg maar, als je aan zijn pootje komt, dan mag dat. Je mag aan de kussentjes zitten, je mag drukken. Ik zie niks, ik voel daar niks. Hij reageert er nauwelijks op. Als ik dan zijn beentje verder af ga voelen, niks aan de hand, vindt hij alleen maar lekker. Maar zodra ik bij zijn schouder of elleboog kom, ik weet niet precies wat het is, ik denk meer elleboog, dan ja, dan begint hij me in één keer heel erg te likken. En vooral als ik daar een beetje druk ga uitoefenen, dan gaat hij heel erg zitten likken aan me. Dus ik denk dat het daar misschien wat zit. Dus ik dacht, nou, dan ga ik geen tuigje omdoen de volgende dag. Dus ik ging dus zaterdag wandelen, of nou ja, hem uitlaten. En daar heb ik hem zijn halsband om gedaan, want hij wil nooit zijn tuigje om. Dus ik denk misschien zit het tuigje gewoon niet lekker en doet dat een pijn en weet ik veel wat. Een pinnen liep hij totaal niet mank. Dus ik heb hem zijn halsband omgedaan en ja hoor, toen liep hij nog steeds mank buiten en al iets heftiger dan de dag ervoor. Gewoon de hele tijd. Dus ik dacht, nou weet je, dan wordt het gewoon een kwestie van even zijn behoefte doen en nog geen 5 minuten een rondje lopen, want ja, hij mag het niet overbelasten. Dus goed, ik heb verder onderzoek gedaan en uit gaan zoeken op internet. Van wat kan het zijn op forums. En nou ja, dat zijn dus een paar dingen die het kunnen zijn. Maar de meeste adviseerden toch wel van kijk het anders. Want die hadden het al vaker gehad. En die zijn dan meteen met de hond naar de dierenarts gegaan. En al die dierenartsen zeggen hetzelfde. Laat je hond een paar dagen rust houden. Laat hem alleen naar buiten om zijn behoeften te doen. Laat hem niet te veel lopen, niet te veel wandelen. Niet spelen, niet rennen, niet gek doen. Kijk even een paar dagen aan wat hij gaat doen. Wat is er nou gebeurd? Ik had hem zaterdag bij mij in de achtertuin. En toen heb ik hem een stok gegeven, zodat hij lekker ging liggen. Maar op een gegeven moment ging hij mij uitzitten dagen. En toen wou ik hem dus naar binnen sturen. Maar als je dan naar hem toe gaat, dan gaat hij alleen maar harder rennen. Dus op een gegeven moment, ik ben er gewoon bij gaan zitten. En toen is hij gewoon een klein beetje gaan graven. Niet heel veel, maar daar is hij in gaan liggen. En toen bleef hij ook de rest van de middag daar liggen. Dus dat was een goed teken. Maar dan, tenminste, dan is hij lekker rustig. En nu, ja, nu loopt hij dus, zaterdagavond liep hij echt heel erg mank. Gisteren was het nog veel erger en nu nog steeds. Dus ik ga zo meteen, ik ga eerst even ontbijten en dan ga ik meteen de dierenarts bellen om te vragen of we langs kunnen komen om het toch even naar te laten kijken, want ik vertrouw het niet. Plus dat, ja, hij morgen dan ook niet mee kan met wandelen. En inmiddels is het al een hele lange intro geworden. En ik hoop dat vandaag verder alleen maar leuke dingen gaan gebeuren. En niet meer dit soort vervelende dingen. Maar goed, ik ga nu even ontbijten. En ik hou jullie op de hoogte van hoe de rest van de dag gaat lopen. Het is nu 10 voor 12.
Ja, echt serieus. Ik heb bijna een uur gedaan over mijn ontbijt. Nee, grapje hoor. Ik heb mijn ontbijt opgegeten. En toen appte mijn nicht mij nog even. Want die wilde nog wat vragen over paardrijden. Ik deed namelijk altijd aan paardrijden. Maar ik heb nu bijna een jaar niet gedaan. En ik wil heel graag. Maar het komt er niet van. En de 19e word ik dan geopereerd. Dus voorlopig geen paardrijden voor mij. Maar mijn nicht die heeft als bucketlist dingetje dat ze ook een keer op paard rijden. Dus we zitten te twijfelen of het misschien gaat lukken. Om alsnog samen te gaan rijden een keertje. Of voor de operatie, wat ik hoop, maar niet verwacht. Of na de operatie, zodra ik hersteld ben. Dus in ieder geval gaan we samen een keer rijden, wat hartstikke leuk is. En ik heb de dierenarts even gebeld en gesproken. Of tenminste de assistente, die ook even gesproken en overlegd. En die zei ook van, ja, weet je, als jij al merkt dat hij dagenlang mank loopt, het wordt erger. Het is echt bij zijn elleboog. En weet je, hij is ook niet meer zichzelf in huis. Weet je, normaal gesproken, hij slaapt wel veel, maar hij gaat normaal achter de kat aanrennen als hij haar ziet, want zij daagt hem ook echt uit en dat doet hij niet. Als ik opsta, staat hij ook meteen op. Als ik nies, steekt hij meteen op schoot. Dat doet hij allemaal niet. Hij ligt eigenlijk alleen maar in zijn mand. Ook als hij binnenkomt naar het uitlaten, normaal is hij dan hartstikke vrolijk, gaat hij spelen en doen. En nu hij komt binnen en hij gaat meteen liggen en dat zegt voor mij al genoeg. Dat het niet goed gaat met hem. Dus ja, ze heeft ons even tussen gepropt. Ik heb om 2:30 een afspraak. Dat is in Arnhem. Voor die tijd moet ik ook nog even tanken. Maar ik moet eigenlijk ook nog boodschappen doen. Alleen de boodschappen ga ik nu niet redden op tijd. Want ik moet om 2:30, zo ongeveer 1/2 uur rijden, dus 1 uur. Ik zeg 1:15 moet ik denk ik wegrijden. Dus ik heb nu iets minder dan een uurtje. Dus ik ga mezelf even klaarmaken, zodat ik klaarsta voor hem. Ik heb zijn paspoort net opgezocht. Die heb ik gevonden, gelukkig. Ik was even bang dat ik hem kwijt was, maar ik heb hem gevonden. Dus die kan ook mee naar de dierenarts. En ja, hopelijk hebben ze dan gelijk tijd om hem even zijn jaarlijkse vaccinatie te geven. Want daar had ik ook een kaart voor binnen gehad die bijna verlopen is. Dus dat moet hij ook krijgen. En daar komt Audi gezellig bij. Dus ja, voorlopig nog even genoeg te doen. Het wordt weer een dagje lekker heen en weer rijden. En weet je, dat maakt op zich ook niet zoveel uit. En ik ga eventjes straks ook een mail sturen naar mijn vrijwilligersbaantje. Als ik weet wat er uitkomt bij de dierenarts. Zodat ik meteen alle informatie in één keer kan geven. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd hoe het verder gaat lopen vandaag. Echt waar, ze hoort me praten. Ze komt bij mij op schoot en ze gaat op mijn schoot liggen. Zij is ook uit haar doen, geloof ik. Want ze komt nooit meer op schoot liggen. Maar ze is de laatste dagen sowieso al wat meer haar oude zelf aan het worden. Dus ja, ze voelt zich ook echt wel op het gemak bij de hond. Maar nu dat hond daar ligt en alleen maar ligt, is voor haar natuurlijk ook niet leuk. Want zij speelt heel graag met de hond. Zij daagt hem echt uit en dan gaan ze achter elkaar aan en dan maakt ze een spelletje van. En dat werkt nu gewoon niet. Plus als ze honger heeft en haar brokjes zijn toevallig net op. Dus ze heeft al vleesje gehad en ja, straks met de boodschappen neem ik ook weer brokjes voor haar mee. Maar echt, het is zo fijn, hè? Ik hou echt van dieren. Ik ben zo blij dat ik ze heb en zo dankbaar voor ze. Ze zijn zo lief en knuffelig en vooral hij is knuffelig. Zij iets minder, maar daarom geniet ik altijd extra veel van dit soort momentjes. Nou ja, uiteraard ga ik niet zo de deur uit, dat weten jullie inmiddels wel. Dus ik ga eerst even mijn tandartsen zo poetsen en dan mijn make-up fixen. En ik zal jullie laten zien wat ik als dagelijks make-up draag, want het is echt maar heel weinig, vind ik zelf. Maar goed, let niet op de zooi, het is hier echt een rommel. Wat ik gebruik is mijn pruikenkapje en mijn pruikentape. Nou ja, hier liggen mijn pruiken in en dit is de pruik die ik vandaag wil gebruiken, dus die moet nog borstelen. En qua make-up draag ik deze eyeliner, de Liquid Ink Eyeliner van Essence. Met de Volume Stylist Lash Extension Mascara van de Essence. Dan draag ik deze blush, die is van Chanel. Ik zal eens kijken of ik hem open krijg met één hand. Best lastig. Dus deze blush, die is gewoon heel zacht qua kleur, omdat ik best wel bleek ben. En staat er ook een nummer op? Nummer 71, zoals ik zo zie. Malice of Malice, of hoe je het uitspreekt. En dan deze lippenstift van MAC. Dit is een hele mooie, matte, beetje bruinige kleur. En dit is de kleur Velvet Teddy.
Ik ben echt helemaal verslaafd aan deze kleur. Ik heb hem gekregen voor kerst. En eigenlijk vanaf dat ik hem heb, elke keer dat ik de deur uitga of iets, dan draag ik eigenlijk deze. En mijn favoriet was de Yves Saint Laurent tint in balm. Maar dit is nu mijn nieuwe favoriet geworden. En hij is mat, maar hij is ook heel voedend. Dus ja, wat dat betreft een echte aanrader. En hij past heel mooi bij mijn huid, maar ook gewoon ja, bij heel veel huidjes, denk ik. Dus mocht je nog op zoek zijn naar een mooie nude, bruinachtige lippenstift, probeer dan eens een keer de Velvet Teddy. Maar goed, ik ga hem even snel klaarmaken. En ja, dan ga ik even zorgen dat de achterbank en alles lekker comfortabel ligt in de auto voor de hond. Want ja, dat is wel zo fijn voor hem. Ik zal jullie eens laten zien hoe ik een pruik opzet. Allereerst begin ik met een pruikenkapje. Dit is gewoon als het ware een soort van ja, pantykous. Het ligt ook aan welke pruik ik opzet. Want als ik deze roze of mijn blonde of eigenlijk mijn meeste pruiken opzet, dan gebruik ik deze huidskleurige. Ik heb ook zwarte kapjes en die gebruik ik als ik bijvoorbeeld mijn paarse pruik opzet die een zwarte uitgroei heeft. Want als ik deze daaronder opzet, dan zie je ja, zeg maar deze kleur er doorheen schijnen. En dat heb je met een zwart kapje niet. En datzelfde geldt als ik een zwart kapje op zou zetten onder die roze pruik, omdat ik al vrij bleek ben, zie je precies de lijn. En met deze zie je ook de lijn lopen, hoor. Als je echt goed kijkt als ik mijn pruik op heb, zie je de lijn lopen. Dus daarom kun je sowieso zien of iemand een pruik op heeft of niet. Dat kun je gewoon niet voorkomen. Ja, het zou wel kunnen, dan zou je hele laag make-up in de juiste kleur moeten aanbrengen. En dat in je pruik moeten verwerken zo. En ja, dat vind ik gewoon en te zonde en te veel gedoe. Dus dat doe ik niet. Maar goed, vandaar dat ik dus begin gewoon met een pruikenkapje. Dan zit mijn eigen haar erin, zover ik lukken wil. Want ik heb altijd van die vervelende sprietjes die er net niet in passen. En dan heb ik hier mijn pruikentape liggen. Dit zijn gewoon van die lange staafjes. En zelf vind ik het altijd fijn om drie stukjes te gebruiken. Dus dan knip ik drie stukjes uit. En die plak ik zeg maar voor een deel op mijn pruikenkapje en een deel op mijn hoofd. En het is dubbelzijdig tape als het ware. Dus ja, dat ga ik nu even doen. En dan trek ik mijn, als ik ze zeg maar zo geplakt heb, want ik doe ze hier in het midden, hier eentje en hier eentje. Dan pak ik mijn pruik, die zet ik tot hier op. Kijk, tot hierop, sorry, ik beweeg te veel met de camera. En dan haal ik zeg maar de witte kantjes van deze kanten af. En dan kan ik de pruik er verder overheen trekken en er tegenaan plakken. En wat ik dan wel heb, is dat ik aan de zijkanten, dus die bakbaardstukken, die plak ik niet vast. Dus als het waait, dan zul je het ook wel zien dat ik een pruik op heb. Waarom ik ze niet vastplak, is heel simpel. Ik heb het in het begin altijd gedaan, omdat ik er gek van werd dat je het zag. Maar elke keer als ik ze hier en hier vastplak, dan laat de pruik precies op die punten bij mij los. Mijn huid is daar gewoon te vet of zo. Ik weet het niet. Maar die plakkers die blijven daar niet zitten bij mij. Dus ik blijf het hoe dan ook houden. Alleen dan zie je dat plakstukje er ook op. En ja, je kunt zelf wel voorstellen dat vuiltjes en stofjes en alles gaat in die plakstukjes zitten. En ja, dan ziet het heel vies uit. Dus dat doe ik niet meer. En ja, ik hoop altijd maar dat het niet te hard waait en dat het gewoon goed blijf zitten, zou ik maar zeggen. Dus goed, ik ga nu eerst beginnen met mijn pruiktape. Kijk, en dan is dit hoe het eruit ziet als ik mijn pruiktape op heb. Dus als je ziet, laat het hier een klein beetje los. Dat komt omdat ik een shea butter op mijn hoofd uit hier een beetje gesmeerd heb en geen poeder. Want ja, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar mijn gezicht ziet er momenteel echt niet uit. Ik heb allemaal droge vlekken. Sowieso allemaal puistjes van te veel chocola eten, dat kennen we allemaal wel. Maar die droge vlekken die heb ik ook hier langs mijn hele haarlijn. En dat zijn echt mijn eczeemvlekken. En ik merk als ik shea butter gebruik, dan ja, wordt dat wat minder. En heb ik ook niet zo'n last van jeuken de hele tijd. En dan valt het ook minder op. Dus ja, dan is je eigen huid wat vetter. Dan blijft de tape minder goed plakken. En daarom plak ik ze ook op mijn pruikenkapje, want daar blijft het wel zitten. Dus als ik dan de pruik vastzet, zit die sowieso aan mijn kapje vast. En mijn kapje zit goed stevig op. Plus dat hij een klein beetje waar hij wel hecht ook vast zit. En het voordeel hiervan is, als je je pruik afzet, komt je pruikenkapje meteen mee met je pruik. En die stickers vaak ook. Dus dat scheelt weer een hoop pijn met weer die tapejes eraf zien te halen. Want soms kan dat echt een beetje pijnlijk zijn. Nou, mijn make-up is gedaan. Mijn pruik staat weer op. Ik ben weer een beetje mezelf qua gevoel. En het is nu tijd om parfum op te doen. En dat is deze van Ariana Grande. Deze zat in die adventkalender van de Douglas die ik jullie heb laten zien.
En deze vind ik heel erg lekker ruiken, maar ik gebruik hem niet zo heel vaak. Omdat, ja, ik heb hem meestal niet voor het grijpen liggen en ik heb de hele tijd het andere geurtje gedragen. Maar deze vind ik echt wel voor met het weer wat zonniger, wat zomerse. En ja, dan draag ik deze en het flesje is echt super mooi. Maar goed, ik ga deze even aanbrengen. Het is nu bijna 12:30. En ja, dan ga ik nog even mijn schoenen aantrekken, nog wat spulletjes pakken en dan ga ik met de hond ervan door. Nee, je mag niet springen. Oh, man, man, man. Wanneer je hond iets mankeert en dan stomme dingen gaan doen. Ik zeg, word je niet goed van. Maar goed, ik ben zo meteen klaar om te gaan. Ik ben even aan het kijken hoe het met hem gaat. En ja, dan is het even snel spullen verzamelen. Maar goed, hij is lekker enthousiast, want hij is natuurlijk eventjes alleen geweest. En wat ik wil zeggen is, ik weet niet of ik bij de dierenarts kan filmen. Ik denk het haast niet. De meesten vinden het niet zo prettig als je dat doet. Kun je de puppetje. Maar goed, ja, ik zal jullie eens laten zien hoe die nu loopt. Mocht je het niet fijn vinden om dit te zien, ja, kijk dan gewoon eventjes, spoel dan eventjes door. Want ja, het is niet altijd even leuk, helaas het leven. Maar goed, ik zal eens kijken of ik kan laten zien aan jullie wat het nou het probleem is met hem. Kijk, dit bedoel ik dus. Hij hinkt heel erg, hij loopt heel erg mank. En vooral als hij snel loopt, wordt het steeds erger. Hij ziet mij, dus dan wil hij natuurlijk achter me aangaan. En hij mag nu niet zoveel doen. Dus rustig, jongen. Ga zitten. En je ziet ook dat hij zijn pootje het liefst een beetje van de grond houdt. En er niet zo op hangt. Hij gaat er wel op staan. Hij probeert het wel. Maar ook met liggen. Hij ligt nu het liefst op deze zij. Maar op zijn andere zij of gewoon rechtuit. En nu valt het nog mee. Hé, doe eens normaal. Doe eens niet zo vies, jij. Hé. Puppy, doe eens niet. Kijk eens. Ginny. Lekker charmant weer, jij. Maar goed, jullie zagen dus hoe snel die al ging liggen. Hij gaat normaal nooit zo snel liggen. Hij blijft gewoon staan. Hij is echt moe. Hij is uitgeput. En hij heeft heel veel pijn. Ik zal kijken of ik hem naar mij toe krijg. Ginny, kom eens. Kom maar. Ga je mee? Kom maar, Lamborghini. Kijk. Hopelijk hebben jullie het een beetje kunnen zien wat er nou aan de hand is. Maar goed, daarvoor gaan we gezellig saampjes naar de dierenarts. En zelfs Audi is ook een beetje van, ja, hij mankeert iets, dus dan kan ik niet met hem spelen. Nou doet hij het niet. En meisje, wat is er? Ja, zielig, hè? Hij is zo zielig. Kijk, hij wil altijd met haar spelen, maar hij houdt wel zijn pootje elke keer zo van de grond. En als hij erop gaat staan, gaat hij er. Oh, ik val bijna om. Gaat hij er heel licht op staan? En het liefst hangt hij hem of geeft hij hem aan mij. Hij is een beetje gek. Maar goed, ik ga hem klaarmaken om met me mee te nemen. Hoe weet je dat het niet jouw dag is? Echt. Ik wist dat ze bij ons in de straat aan het werk zouden gaan. Ik zet nog even mijn auto uit. Maar. Ja, daar zijn ze nu dus mee bezig. En ik kon dus gewoon letterlijk maar niet eens mijn straat uitkomen. Ik moest van mijn Picanto een 4x4 maken. Oftewel, ik moest er zo'n hoge bult zand. Ik kreeg de auto er gewoon niet doorheen. Ik schrok hem er bijna in vast. En heel rustig deed ik het. Maar goed, die man die daar aan het bouwen was, die was zo lief om even wat zand weg te schoppen. Want het was echt nou 30, 40 centimeter diep. Zeker wel. Met allemaal stenen en zo. Dus daar wil je ook gewoon niet te hard doorheen. Want dan is je auto vergald. Maar goed, hij heeft voor mij wat zand aan de kant geschopt. Heel fijn, kon ik toch op tijd bij het tankstation zijn. Kom ik bij het tankstation aan. Hier bij Tink in Zevenaar, ga daar nooit heen, echt waar. Ik ga er alleen heen als ik echt moet tanken. Zoals nu dus het geval is. Punt is alleen, als je later op de dag komt, of soms is ook. Er zit nooit benzine in de pomp. Oftewel, je duwt je pinpas erin en je kunt niet tanken omdat er geen benzine in zit. Dus, op hoop van zegen rijd ik nu naar Arnhem. Er zit daar een tankstation in de buurt van de dierenarts. Dus ik hoop dat ik het ga redden. Ik gok van wel, zoals het eruit ziet van wel. Maar dan moeten we verder geen tegenslagen hebben. En de hond, die zit normaal achterin. Puppy, die is lekker naar voren toe gekropen. Dus ja, nu moet ik met de hond voor in de auto gaan rijden. Want het is te belastend voor hem om weer de auto uit te gaan. En weer erin te gaan, weer op de achterbank. Weet je wel, dat werkt niet. Dus dat doen we maar niet. En ja, dan rijd ik maar rustig en ik hou hem tegen. En ja, dan gaan we even naar de dierenarts toe. Tot zo. Nou jongens, we zijn net terug van de dierenarts. Echt, ik kom letterlijk waar
Daar die pikante, dat is de auto die ik rijd. Die staat hier vol voor de deur. Dus hij moet daaruit, hierheen. Hij komt binnen. En hij stort gewoon in. Hij gaat gewoon liggen. Maar goed, het komt erop neer dat wij morgen een afspraak hebben bij de Lingehoeven. En, want bij onze dierenarts hebben ze geen röntgenapparaat. En bij de Lingehoeven wel. Dus ik moet morgen een heel eind rijden met hem. Om een röntgenfoto van hem te laten maken. Van zijn elleboog. Het zit dus toch vooraan in zijn schouderblad, in zijn elleboog. En zoals jullie zien, hoe die nu loopt. Hij liep op 4 poten. Hè? Nu hinkt hij op 3. Echt, dat getrek aan zijn schouder, daar zit het hem. En daar heeft het hem pijn gedaan. En ja, dat is waarom we er ook foto's van moeten gaan laten maken. Nou, voor vandaag heb ik in ieder geval een pijnstilletje voor hem meegekregen. Dus die ga ik hem even toedienen. Het is een klein pilletje en hij moet hem eten als snoepgoed, zeggen ze hier. Hier, dan moet je je beter gaan voelen, jongen. Dan heb je minder aura. Doe maar lekker eten. Goed zo. Wel alles opeten, hè? Goed zo. Ga maar lekker liggen. Ga maar lekker liggen. Ja, netjes. Doe maar liggen. Komt wel goed met jou, jongen. Strakjes voel je minder pijn en dan zal het heel goed gaan met je. Echt, ik kan wel janken, jongens. Dit doet toch gewoon pijn om te zien als je hondje er zo aan toe is. Zo is hij nooit, hè? Nooit gedraagt hij zich zo erg slecht. Nou, hij kan zijn plek ook niet helemaal vinden. Hij weet niet wat hij doen moet. En... dit doet me echt zoveel pijn. Hopelijk gaat die pijnstiller snel werken. Ga maar lekker liggen, jongen. Ik ben ook maar op de grond gaan zitten. Meestal wordt hij daar rustiger van. En ja, het is inmiddels 2 uur geweest. We hebben allebei nog niet geluncht. Dus ik ga hem zo wat eten geven. Ik ga zelf zo wat eten en drinken. Alhoewel, ik heb geen eten meer in huis. Dus dat wordt nog wat. En dan moet ik mijn boodschappen doen. Ik denk dat ik geen weekboodschappen doe. Maar dat ik gewoon even hier... naar de dichtstbijzijnde supermarkt gaan. Normaal rijd ik naar Duiven. Maar ik denk dat ik hier gewoon naar de dichtstbijzijnde supermarkt ga. Even snel wat ga halen. En dan zie ik het wel. Sorry voor het geluid op de achtergrond. Maar dit wordt mijn lunch. Dit zijn wat Mexicaanse roerbakgroenten nog uit de vriezer. Want Simon hoort op normaal een hele zak te bakken als wij met z'n tweeën eten. Want dit lijkt heel veel, maar dit slinkt heel erg. Dus... minder dan de helft blijft er van over om het op te eten. Maar goed, hij gooit altijd maar de helft van de zak erin. Lekker irritant. Met hem gaat het gewoon niet goed. Maar ja, dat wisten we al. En goed, ik ga nu dus dit klaarmaken voor mijn lunch. Het is nu 2:30. En ik durf niet aan om hem alleen te laten. Dus ik denk dat ik geen boodschappen doe vandaag. Dat ik vanavond, ik heb nog wel pannenkoeken in mix in huis. Dan eet ik vanavond wel pannenkoeken. En... ja, dan doen we het daar maar mee en dan ga ik morgen wel even boodschappen doen of zo. Oké, het is nu 7:15 en hij ligt lekker rustig. Hij wordt nu een beetje wakker of zo. Hij heeft nog geen avondeten gehad. En het is heel grappig, want normaal gesproken loopt hij bij ons altijd te zeuren als wij eten. En nu lag hij dus alleen maar in zijn mand. En als hij al wat doet, dan is het dus wat hij net deed. Een beetje rekken en een beetje zeuren. Dus ik laat hem zoveel mogelijk met rust. Hij geeft vanzelf al aan als hij eruit moet. En dan mag hij gewoon even in de achtertuin, want het is nou niet goed om te lopen. Ja, ik zal hem zo een beetje eten geven. Hopelijk heeft hij honger. Wil je zo eten, Genie?
Wil je een beetje eten? Denk het wel, hè? Nou ja, ik ga hem in ieder geval eten geven en ja. En dan sluit ik hierbij ook de vlog voor vandaag af. Ik zie niet gebeuren dat ik vandaag nog zoveel ga doen. En weet je, ik ben best wel moe stiekem. En ik ben zo bezorgd om hem. Ik hoop echt dat het niks ernstigs is. Dat die foto niks ergs laat zien. Dat hij morgen ook gewoon normaal die foto laat maken. Dus daar gaan we wel van uit. Ik ga proberen morgen weer voor jullie te vloggen. Maar ik durf niks met zekerheid te zeggen. Dus ja, hou het gewoon in de gaten. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!